Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij de eerste aflevering van Let's Play F1 Manager 2022 met Bliefs natuurlijk. Vandaag, dames en heren, F1 Manager is al een tijdje uit. Alleen ik had geen tijd om het op te nemen. En ik dacht van, nou, het lijkt mij echt heel erg mooi om dit samen met jullie te kunnen doen. Sommigen die zullen waarschijnlijk al een klein ideetje hebben welke teams ik zou gaan, welk team ik zou gaan nemen. Maar dit zijn dus de teams die zo onderin in het spel zitten. De nummer 2 de nummer 1 constructeurkampioenschap of kampioen van vorig jaar, Mercedes. Maar dit jaar met George Russell en Lewis Hamilton. Dan hebben we Red Bull met momenteel Max Verstappen en Sergio Perez. Ferrari met Sainz en Charles Leclerc. McLaren natuurlijk met Daniel Ricciardo en Lando Norris. Alpine met Ocon en Fernando Alonso. Alfa Tauri met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Aston Martin met Sebastian Vettel en Lance Stroll. En Williams met Nicholas Latifi en Alexander Albon. Dan hebben we Alfa Romeo met Valtteri Bottas en Joe. En Haas natuurlijk met Mick Schumacher. En met onze vriend, waarom ben ik zijn naam in één keer kwijt? Kevin Magnussen, goeiedag hé. Maar ja, mensen die al een beetje weten hoe ik in de F1 zit. Ik wil graag met Red Bull proberen. Team natuurlijk, Red Bull, team rating, nou, het ligt op zich vrij hoog. Wel grappig dat Mercedes Season Objective derde is. Red Bull is eerste, Ferrari is eerste, McLaren 5, Alpine 4, Alfa Tauri nummer 6, Aston Martin 8e, Williams 9e, Alfa Romeo 5e en Haas 6e. Nou, we gaan eventjes kijken. Starting balance is high, dus dat is altijd wel mooi. Car performance 2 van 10, drive performance 2 van 10, staff performance 2 van 10 en headquarters quality is nummertje 1. Met Max Verstappen, Sergio Perez en Sebastian Buemi, denk ik dat hij zo heet. We gaan het wel zien wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan die van de carrière starten. Blivius. En ik hoop dat ik gewoon 9-2 kan doen. Dat is wel lekker makkelijk. Hoppatee. Laten we maar doorgaan. This cannot be edited later. You want to... Yes. Ik wil doorgaan. Nou. Eens even kijken wat ik al gezien. Hi there. Nice to meet you. I'm Audrey Mensah, one of the team. Welkom bij je team. Leuk om je aan boord te hebben. Ja, inderdaad. But this season we want to push even further. It's a good job you're here. Dit geloof ik allemaal wel eerlijk gezegd. Ja, dit is dus het dashboard. First up, an overview of the board. They're the ones who set the expectations for the team. If they're confident in your leadership, you'll be fine. If they lose confidence in you, however, they might look to replace you. Wel grappig dat mijn confidence direct al in medium zit. Maar dat is misschien waarschijnlijk ook wel waar je mee gaat beginnen, denk ik. Okay then. Let's look ahead to the race weekend. We need to start preparing for the next Grand Prix. As it's your first day though, there's nothing urgent for you to address. Feel free to explore more, or you can select continue and sign off for the day. Once you do, time will pass, but don't worry about missing anything. You automatically sign back in if an important event comes up. Okay, that is good. Even kijken. Race weekend. This is where you carry out your preparation. Final preparations for the next race. We'll come back here later. Okay. Nou, dit is dus het circuit van Bahrain. Hier is al onze allereerste race. Zal hier. Gedaan worden. Je hebt performance targets, driver overview en car builds. Dat is schijnbaar allemaal gedaan. Dus nu ben ik even aan het kijken. Dit is ook de eerste keer natuurlijk dat ik hier doorheen blader. Dus laten we gewoon eventjes kijken. Welcome to the team, Blivius. This is your new inbox. It's good to get into the habit of checking your inbox regularly.
as you often receive important emails from different sources. Great having you on board. Audrey. Kijk, hartstikke leuk. Nou, dit is dus de racekalender. Hier kun je dus zien wat er allemaal aan het poortje is. Dit is een season testing. Of end of season testing. Daar weet je dus ongeveer waar je auto dan ligt uiteindelijk. En hier zal de Bahrain Grand Prix plaatsvinden. Ik had eerlijk gezegd een klein beetje gehoopt dat je... dat ik kon zien wat hier... Oh, kijk. Hier kun je zien wat dus het belangrijkste is voor het circuit. Hier zie je dus de sectoren. Zie je hier ook gewoon direct. Sections by speed. Car attributes. Dus wat bijvoorbeeld belangrijk is... in deze race om te hebben. Dus bijvoorbeeld top speed is hier belangrijk. Medium speed is ook belangrijk hier. Dirty air cornering. Medium speed is ook belangrijk. Want daar zie je twee van die... duimpjes omhoog staan, dus dat is belangrijk. Maar in het algemeen, DRS, acceleratie is belangrijk. Low speed is ook enigszins belangrijk. En acceleratie is ook belangrijk. Dus, even kijken. Kansen voor, of de time conditions zijn het, zeg maar. Safety car deployments, 100%. Doe maar. Average pit time loss is 25 seconden. Green flag, 23 seconden. Safety car... virtual safety car 20 seconden. Oké, dus 20 seconden voor een safety car. Als je tijdens een safety car. Strategieën, compound performance. Wie de vorige keer gewonnen heeft en dat soort dingen. Oké. Okay. Dat is dus bij de circuits. Dit is jouw. Hier komen we later op terug, denk ik. One of my favorite places. This is where the car... Dit is dus jouw. Dit zijn dus de auto's. Car 1 is van Max Verstappen en zijn race engineer Giampiero. En even kijken, daar hebben we nog ook auto nummer 2 natuurlijk met Sergio Perez en zijn engineer. Dat is Hugbert. Dat dus. Je hebt de auto-analyse. Hier zie je wat momenteel de huidige status van jouw auto is, zeg maar. En dat geldt ook voor deze. Hier zie je dus de acceleratie wel zich wel vrij goed zitten, denk ik, zo'n beetje. Even kijken, hier... het is ook belangrijk voor jouw... Even kijken, jouw car part development... hier kun je dus bijvoorbeeld nieuwe projecten aanvragen. Ik heb natuurlijk wat filmpjes her en der gekeken, dat ik wel een beetje weet hoe het in elkaar zit. Okay. Dus hier kun je dus zien wat je wil laten maken bijvoorbeeld. En je kunt dus... ja, dat wil ik nog even niet. Ik wil eigenlijk laten zien waar onze... Kijk, hier kun je dus zien waar wij, waar wij goed in zijn. We zijn dus goed in top speed en goed in acceleration. Ik heb trouwens ook even wat drinken bij me voor de zekerheid. Als ik krijg zo'n droge mond van het uitleggen. De snelheid in de bochten zijn wij derde. DRS zijn wij eerste. En voor brake cooling en dirty air cornering zijn wij momenteel derde. Nou, nu weet ik dat in mijn warehouse heb je volgens mij altijd een... hebben volgens mij altijd wat klaar liggen. In dit geval is het suspension volgens mij. Dat ze daar een nieuwe spec van hebben. Ze hebben dus een nieuwe spec van deze... van deze suspension. Dus even kijken. Dit is de nieuwe... zoals je kunt zien, wij hebben hier eentje van helaas. En die zouden we op de auto van Max kunnen doen in dit geval. Ben ik wel even aan het kijken of ik het verschil tussen beide... kan zien in alle eerlijkheid. Dat is een beetje jammer dat ik dat niet helemaal kan zien. Dit hebben we natuurlijk twee in de warehouses. Oh ja, we gaan met... Even kijken, we gaan met top speed gaan we een beetje omhoog. En dirty air cornering gaan we een beetje omhoog. Nou, die doen we natuurlijk op de auto van Max. Great work. Dus dat hebben we nou in ieder geval gedaan. Wat wel belangrijk is, is dat wij wat dingen erbij gaan maken. En waarom is dat belangrijk? Omdat je natuurlijk wel het een en ander op voorraad wil hebben. Dus je kunt er beter gewoon drie maken. De eerste is al binnen 5 dagen klaar, wat op zich prima is. En de andere binnen 10 dagen. Nou moet ik
even kijken naar de kalender. Even kijken, want de race is over... Even kijken. Ja, 10 dagen is op zich prima. Dan heb je net eentje, eens per part erbij eigenlijk. Dat zou je kunnen doen. Maar je moet natuurlijk ook rekening houden met je budget cap. Dat is op zich wel vrij belangrijk. This is where you'll find relevant. Ja, sorry. Verkeerde ding. Warehouse. Of moeten we even kijken. Dit is voor development. Even kijken. Deze was dat. En daar hebben we dus nou eventjes wat voor nodig. Manufacture. Kijk, wat je ook kunt doen. Je kunt het ook rushen. Daardoor kost het meer, maar daardoor heb je wel meer parts, zeg maar, in een bepaald aantal dagen. Dus dat, maar dat kost wel wat meer geld. Maar goed, het maakt voor het raceweekend maakt het op zich niet veel uit. Dus we doen het gewoon even op normaal. Dus dat gaan we even aanvragen. We moeten ook rekening houden met ons budget cap. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Alright, dus. Nou moeten we even kijken naar onze car development. Want we hebben zojuist gezien dat als we even hier gaan kijken. Kijk, we zijn hier dus derde. En eigenlijk waar we op moeten focussen in dit geval, dus waar wij derde zijn, is de front wing. De front wing is schijnbaar een heel belangrijke, want daar kunnen wij nog wat tijd bij halen. Tevens met de on the floor kunnen we ook wel wat tijd winnen, denk ik. En de brake cooling is op zich ook nog wel belangrijk. Dus maar met front wing halen we ook al heel veel. Dus even kijken. Dan gaan we naar development. En dan moeten we een nieuw project starten. Design. En dat ging dan om de front wing. De front wing, daar moeten we nog eventjes het een en ander aan onderzoeken. Dus even kijken wat we een beetje her en der kunnen doen. Even kijken. Oké, we hebben dus deze tijden die je hierin hebt, zeg maar, die resetten dus elke 56 dagen. Dus dan weet je ongeveer wat je er ongeveer aan moet spenderen. Laat ik nou even 0,5 doen. En windtunneluren. Ja. Even kijken wat handig is. Want je moet natuurlijk rekening houden dat je wel... Die uren zijn natuurlijk wel belangrijk, hè, die je maakt. 56 dagen, misschien 15 uur of zo even doen, denk ik. Dat we nou weer bezig mee kunnen beginnen. Dus laten we gaan kijken wat we nu kunnen doen. Even kijken of we de high speed ook even wat meer focus kunnen geven. Dat gaat wel ten koste van de rest natuurlijk. Wat jij, laten we dat maar niet doen. Ik laat hem gewoon lekker op balance staan in dit geval. Dus die doen we door. En dan kunnen we nou een engineer erop zetten. En dat hangt er vanaf hoe snel we dus ongeveer zijn. Dus we hebben in totaal 10 engineers. Laten we er misschien 4 opzetten of zo. En intense is 39 dagen, 26 of 39. Even kijken. Wat is handig? 5 om 5 misschien. Even te denken. Laat het even zo houden. Kost flink wat knaken om het zo te zeggen. Maar dan is je voorvleugel op 2 april. Enigszins wel. Even kijken. Intense is het laatste. Maar dat kost natuurlijk nog meer knaken. Nou, laten we deze dan pakken. 1 mil voor een voorvleugel. Goeiedag, hé. Nou. Ontwikkel maar die bende. Nice work. Ik vind het ook heel goed van mezelf wat ik gedaan heb. Nou, we kunnen nog meer aan het design doen. Want de voorvleugel is momenteel in development. Maar wat we nog meer zouden kunnen doen. Als we naar onze auto kijken. Dan moet ik ook weer heel even kijken. Want hier kon ik dat goed zien namelijk. Het is echt de dirty air cornering. En dat soort dingen eigenlijk. Dus even kijken. Dat hebben we hier wel mee gedaan. Dat zit nog wel goed. Dat heeft niet direct onze high priority eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, we doen even de underfloor. En daar pakken we ook 0,5 voor uit eigenlijk. Met... ook flink wat windtunneluren.
Ik ben erg benieuwd hoeveel... Ah, pas vanaf 15 uur gaat hier wat omhoog. Oké, okay, we moeten wel iets hier meer, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk. Zo. Dit durf ik wel aan, denk ik. Hoop ik. Even kijken hoe lang dit duurt ongeveer om te bouwen strakjes. Dit vind ik ook prima eigenlijk. Dit kost wel even wat tijd. Zet ik er ook al 4 op, denk ik. In mei pas. Rond die tijd is ook 39 dagen. Oké. Okay. Prima. Kost ook heel veel knaken. Vind ik allemaal wel prima. Continue the hub. Hartstikke mooi. Nou. Dan is dat nu klaar. Hier weer de 4 van. Hier weer de 6 van. Hier weer de 6 van. Hier 4. Underfloor ook 4. Suspension zijn in aanmaak. Dus dat is ook allemaal prima, eerlijk gezegd. Dus dat was dat. Dan is... We kunnen nog driver scouten trouwens. Eens even kijken wat we kunnen... Want dat wil ik wel even namelijk kijken naar een driver, zeg maar, die een beetje een lage leeftijd heeft. Dus zo jong mogelijk. Maar dan zo hoog mogelijke rating, weet je wel? Eens even kijken wat er een beetje... Of er eentje een beetje uitspringt. Hier zie ik er al eentje van 71. Theo Porchar. Volgens mij, ik weet niet precies hoe die heet hoor. Maar dat zal dan wel. Even kijken. Wie is dan nog meer? Ik zit een beetje te kijken naar wel wat hoger lui eerlijk gezegd. Jack is 72. Oké. Okay. Op zich zie ik hier nou niet heel veel echt uitspringen. Ja, Oscar Piastri natuurlijk. Maar die is 20. Dus die is al wat ouder. Oké. Hier, Richard Verschoor. Dat is een, onze Nederlander. En Jurie Vips. Oké. Ik denk dat het beste is om deze... Nee, niet Jack. Doe hem deze. Om hem even te gaan scouten. En ik denk dat het wel handig is om even een... gedetailleerde scouting te doen. Zo. Even kijken. We zouden ook nog gewoon natuurlijk kunnen kijken naar de F1. Wie we hier allemaal hebben. Overall rating. Even kijken. Max, die hebben we natuurlijk al. Even kijken, Charles Leclerc, 24,88. Nou ja, die kun je niet zomaar bij dingen wegpikken natuurlijk, hè. Even kijken, Russell, Lando. Ik vind het op zich wel waard om Lando te scouten. Kijken wat we met van Lando nog kunnen doen. Even kijken. Ja, dan ga je nu eigenlijk zo alsmaar naar beneden natuurlijk. Yuki, ja. Oscar Piastri is ook nogal waard om te scouten trouwens. Nou, laat het eventjes hierbij houden denk ik met het scouten in ieder geval. Staff, dat zijn gewoon wij eigenlijk. Technical Chief. Die kun je trouwens ook allemaal vervangen, hè? Deze grappenmakers. Dit is je scouting team. Die kun je ook volgens mij nog... Nee, is maximale capacity is dat trouwens, zie ik al wel. Dus dat wordt hem niet. Dit is de race engineer van Perez. Deze van Max. Allebei een oké moraal, om het zo te zeggen. Pit crew. Training focus is balanced momenteel. Dus dat zit wel goed, dacht ik. Je kunt ook trouwens nieuwe race engineers bijvoorbeeld scouten. Het schijnt dat de beste racing engineer, die is momenteel Peter Bonington, oftewel Bono. De race engineer van Hamilton is dat. Een goede nummer 2 is Ricardo. Dit is dan als goed is de wat is dit? Wat is hij eigenlijk? Is hij ook een race engineer? Ik weet niet wat die grappenmaker is, zal ik je dat vertellen? Wat is die eigenlijk? Oh, hij is ook race engineer. Hij is ook race engineer, zie ik al wel. Oké, wat geinig.
Dan hebben wij Ben Mitchell. Oh, die hoort bij Austin. Is dat zo'n goede race engineer? Ja, dat wist ik niet eens. En dan komt Jean-Pierre van Max. Die komt hier voorbij. Oké. Okay. Dus we hebben niet de allerbeste, maar goed. Dat is Head of Aerodynamics. Deze hebben wij natuurlijk hier nu. Schijnbaar is die grappenmaker van Ferrari is beter, maar goed, ik weet alleen niet. Race engineer, ja, Bono. Technical chief, ik wist niet dat... Oh, kijk, we hebben wel dus de beste technical chief aan boord. Dus dat is wel prettig in ieder geval. Dus dat is mooi. Facilities. Hier kun je natuurlijk dingen eventueel upgraden als je wil. Momenteel hebben wij een vrij goede facility. Even kijken. Upgraden kost natuurlijk geld. Maar daardoor gaan bepaalde dingen gaan daardoor wel sneller. Bijvoorbeeld, je kunt nu meer projecten kun je pakken. Als je een factory update bijvoorbeeld. Of upgrade. Dus dat is wel mooi. Dus dat zou je kunnen doen. Design. Car part design. En engineer capacity. Even kijken, als je die gaat upgraden, zie je, dan gaat hij naar 3. Dus dan kun je wat meer dingen doen. Als je de factory upgrade, dan gaat je project capacity gaat omhoog. En je development speed wordt verdubbeld. De windtunnel kun je upgraden. Dan is hij gewoon efficiënter, daar komt het eigenlijk op neer. CFD, simulator. Ja, daardoor gaan de condities van je auto gaan omhoog, eerlijk gezegd. Dan ben ik even aan het denken, want volgens mij is het beste om dan voor nu even de factory een upgrade te geven. Je moet natuurlijk wel keep in mind, dus goed opletten op je budget cap. Die is heel erg belangrijk. Dus, maar goed, we gaan even beginnen met het upgraden van de factory. Die vind ik wel belangrijker, denk ik. En... Ik had eigenlijk gehoopt dat wij een hele goede windtunnel zouden hebben, maar schijnbaar hebben wij dat niet. Dus dat is wel jammer. Upgraden van de windtunnel kost ook 12 mil. Is hem denk ik ook wel even waard om te doen. Aan de andere kant, kijk even, ik moet natuurlijk niet te snel gaan met mijn geld natuurlijk. Hè. Dat is wel een beetje... Even kijken, staff. Je kunt deze nog upgraden. Dat is 2.8, team hub. Is voor het team... voor je moraal is dat. Dat is misschien... Dat vind ik wel een belangrijke. Dus... Die ga ik ook eventjes upgraden alvast. Team hub. Even kijken. Boardroom. Weather center. In alle eerlijkheid wil ik daar ook wel even wat in investeren. Want ik wil namelijk een goede weerforecast hebben. En die gaat niet meer goed. Dit is het tour center. Ah, dit is maar een heel klein beetje. Dit is maar een heel klein beetje om te upgraden. Zo. Dat is allemaal een beetje facility upgrade en dat soort dingen. De board. Kijk, hier kan je dus zien dat mijn... Ja, ze zijn dus... een medium coincidence... Of confidence hebben ze in mij. Nou, dat snap ik op zich ook wel. Even kijken. Board budget. Season budget. Oké. Okay. Team rating. Geloof ik allemaal ook wel. Mijn profiel. Financiers. Nou, hier kun je dus je season balance zien. Dit is onze, dit is wat we momenteel hebben. En dit is dus onze... je hebt dus ook hoe dat zo'n budget cap. Een cost cap heb je. Dus hier kun je zien. Dit mag ik nog maximaal spenderen in het jaar om... hoe heet dat? Om die bende voor elkaar te krijgen. Nieuwe onze merchandising. En dat soort dingen. Ik geloof het allemaal nu wel. Ik heb ook echt een hele erg droge mond van. Alright. It's no longer your first day. We'll have you on top of things in no time. Kijken. Moving through you'll the days. You'll continue moving through days this way until it's time for the race, which you can see in the upcoming events list. It's good to get in the habit of regular. Let's take a look at what needs doing today. You have an alert in the top corner. There's an important email. An important email. Now. Welcome to the team. Good morning, Blivius. Allow me to introduce you to our talent car development team. Technical Chief Pierre Wash and Head of the Aerodynamics Enrico. They will lend their expertise to new part design and projects to help us build a competitive car this season. No problem.
I just realized you joined the team a little too late. Oh, that is Audrey. Sponsorship are a big source of income. I put the link. I'll go to sponsor applications. Okay. Wat wilden ze eigenlijk? This obligation. Your team moest. Your sponsor provide. Leuk. Even kijken. Pre-season cost. Oké. Oké. Ook heel erg gezellig. Maar ik krijg wel mijn geld voor, zo te zien. Oké. Mooi spul. Inbox. Looks like you've received a budget approval request. Most of the team's budget is decided by. Okay. Good morning, Bolivians. We had an idea for season kickoff party to bring everyone together to celebrate the team. We'll need a budget approval if we want to go ahead with it. What do you think? Yours seriously, Maria. Approved party request. Of course. I'm a party boy. Dat gaan we doen. I reckon that's a good decision. It's indeed a good decision. We can focus. Nou, oké, laten we even verder gaan. There's always some final work to do before we can set off. Check your inbox for the race prep report on this weekend's circuit. Oké. Nog meer belangrijke e-mail. Nou, deze heb ik goedgekeurd. Good morning, Blivius. With Bahrain testing behind us, we don't know where our car stands versus the other teams. I've attached a report below detailing our car performance. We should use this information to guide our car part design strategically through the season and minimize any performance weakness. Oké, zoals ik al had verwacht. Hier zijn we inderdaad derde meer. Maar deze hebben we dus momenteel al in development. Dat is onze floor en volgens mij voor onze floor en front wing. Oké, you have all the information you should need. Let's. Oké, the boundary cover is almost here, so I wanted to make sure that the team is prepared before we leave. As always, please make sure that you completed the below before heading to the race weekend. Check the circuit info to help plan your strategy. Check our sponsor performance targets and potentially guarantee them results in a higher reward. Check that our car builds are using our best car parts design. Oké, go to race preparation. This is your race preparation area. One thing you always need. Okay. Circuit info. Ja, het is al even over. Wat dus heel erg belangrijk hierin is, dat je dus voornamelijk je topspeed moet hebben. Dus ik hoop dat dat allemaal goed gaat. Dus safety car, pittijden. Gemiddeld is een pitstop 25 seconden. Of 23 seconden. En met safety car bespaar je iets van 5 seconden. Safety car deployments over the last 4 seasons 100%. Met andere woorden, de kans op een safety car is op zich vrij hoog. Performance targets. Here we've got the performance targets for this coming weekend. If we meet these, we'll gain extra revenue. Oké. Dus. Looks like we've got incentives. For both the qualifying session. You can also decide to. Okay. Nou, even kijken. Wat willen ze dus? Qualifying tires reach Q2. Nou, ik mag het toch wel hopen, inderdaad. Ja. Ik wil zelfs eigenlijk. That feels like something we can achieve without too much difficulty. The reward if we meet the guarantee is good. And the potential loss doesn't seem too bad either. Okay, we're done here. Wacht even, krijg je nou. Oh, je krijgt wel. Oké. Ik wou net zeggen. Q3 moeten we kunnen redden, eerlijk gezegd. Dat durf ik wel te zeggen, toch? Finish positions. Tweede. Oh, mijn god, dat moet toch wel te doen zijn. Fastest lap. Ik wil nog niet even. Te veel in één keer doen, eerlijk gezegd. Dus. Die hebben we gereviewd. You've done everything needed. And the team can't wait to get started. It's time for the first race of the season. Nee, nog niet helemaal. Want. Even kijken. Warehouse. Suspension. Perez moet nog de spec 2 hebben. Dat is heel belangrijk. Anders had hij hem niet erop zitten, namelijk.
Deze is straks bijna klaar, dus dat is mooi. Ja, volgens mij heb ik nou wel een beetje alles wat ik nodig heb, denk ik. Dus ja, laten we naar het raceweekend gaan. Dan maar. Kijk wat we hier kunnen verwachten. Welcome to the archipelago of Formula One. Bahrain might have a small land footprint, but it's showing its big spirit right now in the grandstands. Either way, it's time for another fantastic weekend of Grand Prix racing. The Bahrain International Circuit is a challenging track, and the cars routinely have to brake from high gear to low to take the narrow turns. With the need for downhill braking, the risk of locking up is one drivers will need to manage. It's all about focus and balance to get victory here. At this early stage in the season, there are still plenty of opportunities for things to change. In this sport, there simply are no guarantees. Stay right here, because we're just getting started. Nou, ik ben benieuwd, dames en heren, hoe of wat. Great to see you again. Welcome to your first race weekend with the team. Ja, we beginnen inderdaad met FP1, inderdaad. Dat is wel een beetje het idee, inderdaad. Even kijken, sponsors, reports, dat geloof ik allemaal wel. Even kijken. Continue. Over here is our race preparation. Rest assured, the team have already prepared. Even kijken. Nou, geen car parts knowledge, dat is altijd leuk. Setup confidence, ook natuurlijk nul. Compounds, we gaan lekker op de hards bezig. Dit is allemaal goed. Car setup, ja, dit is dus eigenlijk een beetje waar we mee moeten gaan tweaken. We zouden al eventjes een beetje her en der kunnen gaan kijken naar hoe wij bepaalde dingen zouden willen hebben, eerlijk gezegd. Cornering, iets daar naartoe, eerlijk gezegd. Dit is dus een beetje heel veel spelen, hè, met de setup. Dit is alleen voor deze twee. Braking stability zet ik even hier neer. Nou, laten we even. Hiermee gaan we beginnen, denk ik. Kijken of hij dit wat vindt. Max in ieder geval. Dus dat is de setup voor nu. Fuel voor 20 laps, denk ik, is wel voldoende. En we doen gewoon lekker rustig aan. Want ja, waarom zouden wij in godsnaam ons helemaal druk gaan maken terwijl het niet nodig is, in alle eerlijkheid? Dat is niet nodig. Perez ook lekker op de harde band. Mediums ook nog wel kunnen, toch? Laat de Perez even op mediums doen, trouwens. Even kijken. Car parts all fitted. Hoe kunnen we op Perez misschien wat leuks maken? Zo. Ja, zo ben je toch de hele tijd een beetje aan het, aan het kijken wat misschien het beste is. Wij doen ook voor Perez 20 laps. En gewoon lekker rustig aan doen. Het is maar een vrije training, vriend. Dus. Go. During race weekends, you can decide whether you want to manage the practice sessions yourself. As it's your first race weekend, you should. Hoezo? Ik wil gewoon. Ik wil het zelf doen. Of dat mag gewoon niet. Dat mag niet. Oké. Okay. Ik mag niet eens één practice session doen. Ik moet alles laten simuleren. Dat is leuk. Nee, ik wil eigenlijk dit zelf doen. Maar schijnbaar mag dat niet. Schijnbaar moeten we direct naar een raceweekend heen gaan. Nou, dat is leuk. Nou heb je dus eigenlijk geen invloed op hetgene wat je zou willen op je setup. Dat is wel jammer. Oké. Welcome back to what is proving. Nou, dan is nu tijd voor qualifying. Oh, dit is wel netjes, though. Ah, fijn. Daar zijn een paar goede tijden neergezet. Zet je Perez tweede. Ah. Een goede practice, al zeg ik het zelf.
The team have them work on three goals during practice: track acclimatization, car parts knowledge, and setup confidence. If you manage the session yourself, you might... Oh, goede bonus wel, though. Setup confidence is goed. Track hebben we... ze zijn goed aan de baan gewend in ieder geval. Daar ben ik wel blij mee. Time for qualifying. Our result qualifying takes place over... Nou, altijd lachen. Qualifying. Nou, laten we eens gaan kijken wat we van qualifying kunnen bakken dan. Alle auto's zijn ready. Ik ben alleen jammer dat... hoe is dat? Alleen vind ik het jammer dat... zie, dat voor Perez is niet goed. Die heeft echt wel een hele... Dit voor hem is great, eerlijk gezegd. Daar wil je niet veel aan veranderen. Ja, is het handig om hier nu wat ding aan te gaan veranderen? Ja, hier misschien wel. Maar dit kan ook de verkeerde kant opvallen, hè? Dit kan ook de verkeerde kant opvallen, wat we aan het doen zijn. Laten we... Nu we de kwalificatie niet gedaan hebben, denk ik niet dat het... handig is, omdat... kan ik dit ongedaan maken trouwens? Volgens mij niet, of wel? Nou, ik hoop dat ik het iets de goede kant op kan trekken dan. Heel minimaal natuurlijk, hè, daar niet van, maar... Haal ik iets meer deze kant op zo. Nou, laten we hopen dat Perez dan hier wat beter mee om kan gaan. Dat zal voor hem wel prettig zijn. Nou ja. Laten we maar gewoon starten en we zien het wel. The team can handle qualifying for you if you like. Nou, we gaan qualifying doen. Zullen we kijken wat we daarmee kunnen doen. Drivers need to be set in there. Keep a careful eye on time remaining. The time right then. Let's get a car out. Nou. Leuke handdoekjes hebben ze eromheen hangen. Perez ook, allebei eruit. Als het goed is, gaan ze dan mooi één ronde doen. En dan kunnen hier mooi de camera's aanpassen. Je kunt ook zeggen van pauze of gaan. We zijn momenteel met Verstappen aan het meekijken. We kunnen natuurlijk ook zijn... hoe het in de gaten houden? Dit is. Qualifying staat nu op automatisch, voor zover ik weet. Ja, deze staat op automatic mode. Dat vind ik op zich ook wel prettig, eerlijk gezegd, dat hij op automatic staat. Hij is dus nu bezig met zijn outlap. En daarna gaat hij een rondje gaat hij doen. Dus je hebt wat verschillende views die je kunt bekijken. Altijd wel leuk. En dan kun je dus vooral... wat je kunt doen is doorspoelen. En... Each car is fitted with a number of onboard cameras. You can also use the map. En dan kun je ook de map view zien. Dus als je maar 16 doet bijvoorbeeld... Dan kun je helemaal... kun je helemaal snel gaan natuurlijk als je wil. Dus maar laten wij gewoon even nu maar 1 doen. Max is nu bezig met zijn snelle ronde. Ik wou zeggen, ga alsjeblieft voor mij aan de kant, vriend. Want ik zou het zo vervelend vinden als hij namelijk niet aan de kant zou gaan. Oh, hij slaat in camera. Oh, dat is mijn muis die is een beetje vervelend af en toe. Die wil dus wel een keer twee keer op dingen klikken. Nou, dit is dus de onboard van Max. Die als goed is met zijn eerste flying lap bezig is. Dus laten we even kijken wat voor rondje hij eruit kan pushen. Ik hoop dat het een mooi rondje is, Dom. Another driver lock-up. Oh, fijn. Geel sector 2. So, folks, we can take a look now. Now have a watch of this. Looks like Ocon. Well, they've locked up. They won't have been happy about that. Jonge jonge, Ocon, echt waar. Alright. Hoop ik even dat onze tijd niet beïnvloedt. Cool the tires a little bit. Copy. Oh, Perez heeft wel last van overheating hoor. Goeiedag, dat ging al snel. Oh nee, daar komt de auto. Zeg eens niet dat we er geen last van hebben. Gaan we gewoon voorbij. Of een mooie tow, vind ik ook prima.
Oh, dat is wel een... Wees dat wel een mooie toon, dat. Well, the first flying lap could have gone better, but never mind. Keep an eye on the stand-ins throughout the session to make sure... Right then. That quali... Oké, okay, 1.31 heeft hij. 1.31? Oké. Okay. Nou, als het goed is... Gaat Verstappen nu terug naar de pits? Als ik naar onze tijden kijk, dan... Our driver is back in the pits. You need to reconfigure the car before we can send them back out. Mooi! Dat was Q1. Q2. Great work. In Q2, the fastest 15 cars from Q1 battle it out. Was een goede gok dus. Om binnen te blijven. Oké. Okay. Q2. Alle auto's ready. Mooi. It's up to you whether you manage the rest of the qualifying round. Ja, ik wil hem wel graag managen als je het niet erg vindt. Radio check, Max. Radio check. Ja, yeah, radio check. Alright, daar gaat Max. Nou, eens kijken wat voor rondje hij eruit kan persen wat dat betreft. Ik hoop een mooi rondje door. Schum met die handel. Oh, kom zo aan verkeer. Dat zal echt wel heel irritant zijn als allemaal in verkeer komen namelijk. Nou. Max en Perez hebben een rondje gedaan. Voor mij gaan ze nu weer naar binnen in als het goed is. Correct. Nou, zelfs Bottas is sneller. Nou, even een nieuw setje banden eronder. Locked for race session. Zelfs Bottas was snel. Ik bedoel... Zelfs Bottas. Ik bedoel, wat? Nou. Wel bijzonder dat Sainz en Bottas nog helemaal sneller zijn dan ons. Maar ja. We kunnen ook even heel eigenwijs zijn en gewoon zeggen van we gaan er nu uit. We hebben een soort van clean lap. Waar is Perez? 7e ook gewoon. Nou, zullen we eens een keer dit doen? Kijken of dit enigszins wat uitmaakt. Oké, okay. Oh wauw. Dat is een mooi clean rondje. Dus mooi. Belofte maakt schuld. Yep. We zijn onze afspraken nagekomen, dus dat is inderdaad supergoed. Oké. Okay. Q3. Gaan we mee bezig. Ja, we gaan het zien. Compounds, 100%. Oh, zijn er wel goede compounds in de ronde, I guess. 100%. Nou, wonderbaar. Manage qualify. Nou. Just meet,
Zo. Max en Perez erbij uit. Kijk wat we kunnen doen nu. Heel benieuwd. Laten we maar beide bezig gaan met de snelle ronde, denk ik. Kijken wat ze kunnen doen. Uiteraard. Ik zit achter Hamilton. Ik zat achter Hamilton. Ja, dat was... Oei. Dat was inderdaad een beetje vastzitten in verkeer, denk ik. Nou, wat kan Verstappen doen dan? Oh! Hoho! Wat? Oh, are you kidding me? Dit is een van de meest kloofste qualifiers die ik ooit heb gezien. Oh no. Are you kidding me? Oh no. Oh, wat waren wij close. Maar ja, niet close genoeg. Oh, wat jammer. Oké, nou ja, P2, P4. Ja, nog wat te doen. It's race day, with the teams and drivers ready and raring to go. Oh, dat is een close, hè. Poeh. But will they fulfill that potential by the time they reach the checkered flag? We saw a reasonable push from Mercedes in qualifying. Oh, Lewis Hamilton ziet er wel prima uit qua character in deze game, eerlijk gezegd. Maakt ook wel. And we've got a clear night here. Maar het ziet er goed uit, eerlijk gezegd, hoor. Poeh, hè. Alright. Eerste raceweek. Dus, dat is spannend, dat is leuk. En ik kan eerlijk gezegd gewoon niet wachten. Ja. Ik twijfel erover. Ik denk dat ik Max op aan moet zetten. En Sergio zet ik op B, denk ik. Misschien dat we hem even kunnen opvangen. Driver options. De race pace zet ik even in het begin op attack. Of ERS, die kan dan nu nog even op, nou, op deploy, denk ik. Even op deploy dan. Ik denk niet dat we meteen zo agressief hoeven te zijn. Voor Max ook. Geld. Dan wil ik ook even full in attack gaan. Driver options. Bij de start even in. Op deploy. Nou, even kijken of dat wat wordt. Ik ben benieuwd. We starten namelijk na... Oh, we starten natuurlijk naast... overtake. Direct dan. Misschien hem ook op overtake zetten. Even in het begin dan, hè. Kijken of je een positie kan maken, ja of nee. En dan zien we het wel. Oké. Dus even checken. Push. Overtake. Oké, nou. Dat is in ieder geval voor de race start. Daarna kunnen we alle nog terugzetten. Clear skies tonight with the drivers having now arrived at their grid positions. Taking a look at Max Verstappen. They're in second place on the grid. But that could so easily change in the first few seconds of the race. Ja, en hoe wel? And behind them, it's Perez. With a top 10 position on the grid, this race could really go either way for them. Will their hard work pay off today? Nou, dat gaan we zien. Dat is heel bijzonder. Here we go with the Bahrain Grand Prix. Nou, kom op, Max. Kijk wat je kunt doen. And it's lights out. And away we go. Kijk of die sign voorbij kan die grappen maken. Kom op, joh. Dat doet... Ah, oh, nee, dat is wel achteraan. Kan Perez... Perez is wel sign voorbij. Oké, nice. Of tenminste, dat moeten we even zien. Really good overtaking there. En hoewel. Nou, we gaan eerst een stuk gaan flink pushen. We zien ook nou hier dat... hier. Perez overtakes Leclerc. Laten we eens even kijken, jongen. Huppatee. Netjes. Nou.
Ik ga eerst nog even een flinke push in doen, denk ik. Oh, ga Max een move doen, Lekker, kom maar. Zo doen we dat. Fantastic work indeed. We moeten op de RS blijven letten, hè? Oh, zeg je ook? Kom maar mee, zou ik zeggen. Die replay wil ik even zien. Hoppatee, zo doen we dat. Moving up a position. Just incredible maneuvering. Indeed, vind ik ook. Alright. Back in the garage, the team absolutely loved it. Ja, dat geloof ik dat ze dat van houden. Oh, Perez is ook aan voorbij. Ja, alleen Leclerc zit er wel heel vlak achter en dan valt hij. Oké, good stuff, checker. Ja, dat vind ik allemaal niet heel interessant wat jij te zeggen hebt. Ja, ik wil toch niet uitleggen in het midden van de race hebben, of wel soms. Perez overtakes Leclerc. Nou, even kijken. We gaan nou nog even een ERS laten we nog even op deploy, want het kan nog. Fuel commands allow drivers to manage their car's fuel consumption. Leuk. Ik wil. Ja, dat snap ik. Just keep an eye on your remaining. Ja, dat snap ik ook. Zo, fuel gaat even op. Balanced. Go to high fuel. Copy. So think about the liftoff. Okay. Nou, nu even kijken of we weg kunnen lopen van de Ferraris natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Who's running wide there? Oh, Stroll. Let's see what happened there. Now let's have a look. It's Lance Stroll. Goodness me. Die kleurt een beetje buiten de baantjes, joh. Rustig. Jongen. Ik zweer, jongens. Perez Max er afbeurt, hè. Ik doe hem wat. Oh, dit kost wel tijd trouwens. We do not require any fuel lift off. Ja, ja. Laten we even gaan doorrijden wat dat betreft, of niet? Oh, press zit nog helemaal goed trouwens. Push. Of deploy, sorry. Cancel lifting coast for now. Ja. Yeah. Want die vraag die komt weer belachelijk dicht in de buurt namelijk. Kijk of Perez de auto's een beetje kan ophouden. Just look after this tire set though. Look after it. Defend Sergio. Oh my god, no! Chips. We'll hop it. What a mess. Verdraaid. Ferrari, advance the race position. Ja, dat zag ik inderdaad, ja. Waar is Perez? Hij is ook gewoon in één keer twee keer ingehaald, joh. Bah. Drain the battery. Copy. Ik hoop dat Perez nog een keer aan me voorbij kan. Kom op, Perez. Doe het. Hup. Kom op. Precies. Hoppatee. Zo doen we dat. Good job. Ga ook Carlos Sainz nog in voorbij. Af Leclerc. Oh, lekker hoor. Goeiedag, hé. Good stuff. Oh, geel sector 3. Lekker, goed zo bezig. Goed bezig, Perry. I think there's been a lock-up. Oh, Magnussen, of course. All eyes on Kevin Magnussen here. It's a lock-up. Oh, dat is inderdaad wel een goeie inderdaad, ja. Mijn god, hè, die ging niet van de baan af, joh. Heb ik jou de sector 3 nog een keer? Of was dat een Ferrari? Was het Leclerc? Het was Leclerc. We can take a look now. Oké, here's the Ferrari. Oh, ja. Nou ja, dat is zonde. Dat kost je tijd, vriend.
Ja, ik hoop dan dat Perez, die kan natuurlijk nou niet defenden. Oh, ik heb ook heel veel op hoog fuelverbruik staan volgens mij, hè? We zijn natuurlijk mooi bij hem met de DRS. Ik zou zeggen, kom op Perry, kijken wat je kunt. Oh, Sainz gaat in het defense, zo te zien. Leclerc komt achteraan. Nou, kom op, zeg, wat kun je doen? Waar gaan we nou kring? Ja, lekker man. Great music there, Jacko. Really nice stuff. Goed bezig, chef. Goed bezig. Pitwindow voor wie? Oh, voor Sergio, want die gaat natuurlijk naar de... Die gaat naar de hards heen. Oké. Dan doen we dus full attack, denk ik. Want dan die banden gaan er toch verder aan. Wheels. As the cars spend more time on track. This all looks great. Even kijken. Next. More options. Retire car. Nee. Pit options. Right. Let's talk. Ultimately, it's your decision. We gaan naar de hards. Pit this lap. Alright. Laten we Carlos Sainz vooral nog even lekker lastig zitten voor nu. We gaan toch straks pitten. Deze kan nu op neutral. And recharge off when you're ready. Nou, kom op, Perez. Kijken of je nog lekker lastig kunt zitten ofzo. Zolang Sainz moet verdedigen, kost hem dat ook namelijk plekken. Nou ja, plekken niet zozeer, maar... Overtake. Overtake is available. Hoppakee, zet hem in de weg, zet hem in de weg! Lekker Perez, lekker gek. Lekker bezig hoor. Recharge on. En zo halen we hem weer lekker in. Mooi man. Nou, gezien we nu toch naar de dingen heen gaan. Het is goed, gaan we nu pitten toch? Yes. Ja. Pit limiter. Nou, eens kijken of we een goede pitstop krijgen. Chill. 2.6, oké. Okay. Dat is vrij gemiddeld. Ik moet even kijken. Wat is de pitwindow van Max? Oh, dat duurt nog wel even. Maar hij is wel... Hij gaat nog steeds vooruit op banden, gek genoeg. Dus dat is wel prima. Dus zijn banden window is prima, eerlijk gezegd. Dat is fijn. Oh, geel sector 3. What happened? Overtake. Trappen. Overtake. Vettel went wide. Oh, oké. Okay. Nou, kom op. Perez. Oh, wacht. Kan zijn dat er op verkeerde mode staat. Zo, dat hoeft niet meer. Stop holding up cars. Ja, waarom zou je dat nu doen? Nou, Max gaat nog steeds lekker, eerlijk gezegd. Ook al met zijn fuel conserve en dat soort dingen gaat prima. Mooi, houden zo. Nou, Perez. Laat maar zien waar je kan, jongen. Ik heb je mee. Oh, nou begint Max echt te zeuren. Were you happy with the tires, like the last few laps? You're the fastest car on track. Dan als Max zegt van dit gaat niet meer langer, dan pit this lap voor mediums. Oh, sector 2? Sounds like
someone's locked up. Oh, zo. Ferrari crew komt er binnen. Ik weet alleen niet voor wie, maar goed. Er komen meer crews naar binnen. Completed, mooi. Nou, wat gaan we nu doen? Flink overal op trappen natuurlijk. Wat een vervelende camera is dat. Dus we gaan een flinke ronde gaan we trappen nu. Kijken wat Sainz en Leclerc doen. Ik hoop dat hij straks op het lange rechte stuk dan DRS krijgt. Oh, geel sector 2. Oh nee, Brest gespind. Let's take a closer look. We're just watching the Red Bull. Ah, oh, jonge Perez. Ah, oh, bah. Cancel lifting close for now. Hey, copy. Nou, Max. Need to push on. Copy. Overtake is available. Overtake available. Ja, ja. Nou, nu Russell voorbij, vriend. Hup. Simply lovely. Kom op. Dan kun je wel gek. Huppakee, voorbij. Hartstikke plaats. It's a good stint so far, Max. Tsunoda overtakes Perez. Red Bull gained a place. Nou, kom op, Perry. Overtake. Alles. Lekker, jongen. Lifting close for now. Copy. Okay, good stuff. Lekker bezig op Perez. Goed bezig. Ja, Perez is overtake science, inderdaad. Nou, kom op met je harde bandjes, chef. Ah, damn it. Nou, terug in overtake. Ja. Kom op, nu lukt het wel toch? Lekker. So, recharge on. Nou, dat, waarschijnlijk dat Sainz me nu voorbij gaat, denk ik. Ja. So, recharge on. Copy. So, into your left and coast. Left and coast. Ik moet die ERS weer een beetje terugkrijgen, hè? Anders werkt het niet. Even kijken, hoe zit het met Max de bandjes? Zitten we boven, dus die mag wel eventjes weer pushen. Fire it up, Max. Fire it up, mate. Fire it up. Overtake is available. Allee op. Copy. Cancel lifting close for now. Cancel lifting close for now. Nou, gaan we de redden zo'n dikke lounge of wat? Your battery is drained. Ja, harvest. Dan
Even kijken, wat kan Checo nog doen dan met zijn banden? Ja, die gaat natuurlijk wel vrij easy voorbij, hè? Misschien moeten we ze gewoon laten gaan. Misschien moeten we ze nu gewoon laten gaan. Want ik heb een totaal andere strategie dan wat hun hebben. Kan ik ook zien hoe het met hun banden gaat dan? Oh, wauw. Iets rustig aan doen dan, denk ik. Just look after this tire set though, Max. Look after it. We zijn natuurlijk wel wat later gepit, dus dat kan wel kloppen, eerlijk gezegd. Oh my god. Copy. They've locked up and gone straight on. Ja, goed bezig, Perez. Lekker man. Nou, houden we de boel een beetje in de gaten, denk ik. Nu gaan we even wat sneller door, denk ik. Oh. Yo, ERS is fully charged. Oh, dan zijn we op neutral. Recharge off when you're ready. Copy. Nou, ik weet niet of Science er nog eerlijk gezegd iets... Of dat Perez nog iets kan doen. Ik denk het haast niet. I think there's been a lock-up. Dat is van Yuki Tsunoda. I don't care. Max die loopt lekker uit. Met zijn banden deur. Dat zit nog steeds goed trouwens. Daar ben ik wel verbaasd om. For info, Max, we are fuel limited. Fuel limited? Zou je niet weten waarom? Update on liftoff. We do require fuel liftoff. Roger. We just entered the... oh ja, yeah, we gaan weer straks naar soft zien, hè? Als het goed is. Oké. Okay. Ik denk dat ik ga wachten totdat... Leclerc de pits ingaat, denk ik. Ja, ik wil niet achter... Ignore. Ik wil eerst weten of... Daar gaat Sainz. Dan... Gok ik erop dat Leclerc ook zo meteen gaat. Perez moet straks ook. Waar rijdt Max nu? Daar. We kunnen nog één hele ronde doen. Ik denk dat dat op zich wel goed is. Dit is de optimum in ieder geval. Dus box en pit confirm. 89, I guess dan. Oh, nee, we moeten naar mediums, hè? We gaan naar mediums. 100% mediums. 100% mediums? Nee, joh. We gingen, wat was onze strategie ook? We gingen dan naar softs heen, dacht ik. Wat was onze strategie ook alweer? Ja, we gingen naar softs, inderdaad. Dat is de strategie, naar softs. Doe dan maar... deze dan, want die zijn het beste. Die van... DSC condition, ja, 89. Alright. Oké, okay, nou gaat dus Max, als het goed is, de pits in. Is that a lock-up? I don't care. Benieuwd wat Leclerc gaat doen. Ah, shit, man. Is dat niet issue? Oh, Percy gaat nu ook. Of, sorry, Leclerc gaat nu ook. Ja, copy dat. Gaan we weer looking? Oké, okay, Perez. Full push. Ik denk dat Perez een... Wat? Oké. Okay. Ik denk dat Perez gewoon... Oké, okay, conserve. Geel sector 2. Wat is daar aan het pootje?
Sounds like someone's locked up. Oh, it's Sonoda locked up. Yeah, they can't. Okay, that was a purple lap. I'll let you know if the situation changes. Helemaal goed. Super Max. Nou, als het goed is, dames en heren, hebben wij dan deze race gewonnen. Dus dat is super tof. Dat is precies zoals ik het graag wou zien. Hoppakee. Zo mag een wierdas. Checkered flag. Okay, that's the checkered flag. Lekker hoor. Oh, dat mate. Dat is een mooi spul. Nou, de rest dan P4. Daar zal ik het in ieder geval horen. Fijn. Je bent op je laatste lap bezig, gek. Dus. Push on. Yeah, tires are getting hot. Push harder, push harder. Alright. Dat was dus de checkered flag. You, dat is mooi. Ja, op zich, ik denk prima. Oké, okay, mate. P4. Max, uiteraard een awesome. Dat is heel mooi. Fail, 84, fail. Fail, 84. Max, fail. Die heeft, hoe heet dat? Geel sector 2, of course. Ik weet alleen niet waarom die stilstaat. Maar goed. Dat is een overwinning. Dat is hartstikke mooi. We zijn niet uitgevallen in ieder geval. Zoals we, ja, wanneer was het ook weer gebeurd? In, dat was volgens mij de eerste race van het seizoen. Was een dikke uitval van Big Yoda. Dus ja, maar dit is mooi. Dit is mooi. Een overwinning. Dat is altijd goed. We hebben de boel ja, min of meer staan gehouden. Perez heeft natuurlijk ook... Oh, wow. Glitch in de mond. Wat is dat? Perez heeft natuurlijk ook mooi de boel een klein beetje opgehouden. Dat wel. Maar mooi. Mooi resultaat wel. Mooi resultaat. Ja, Perez had misschien wel een beetje meer kunnen doen als hij niet gespind was. Maar ja. Verstappen fans will be celebrating the Dutchman's achievement. Voor hem mist Max een paar tanden of zo. Dat zag er heel gek uit. Maar een overwinning is een overwinning. Dus ik vind het helemaal prima. Mooi spel. Mooi spel. Drivers that are taking home the silverware along with the most valuable points. And what a finish Red Bull had today. Absolutely. Ja, ik ben het eens. Een mooie win. Het is een goede win. Dus dat is mooi. Dat is mooi. Max Verstappen. Eerste en fastest lap. Netjes, netjes. Mooi spul. Ze zijn ook eerst in de constructeurs. Dat is fijn. Ja, dat geloof ik direct dat ze experience kregen. Maar ik weet niet of Max al direct ook al een level up gaat. Daar niet van. Maar wel een mooie potential growth. Dus dat was mooi. Dus ja, ik ben blij. 3 miljoen euro hebben we gekregen aan sponsoring. Dat was het voor nu, dames en heren. Ja, dat was inderdaad een great opening, inderdaad. Ja. Vind ik ook. Super tof. Zo. Ja, je hoeft me niks meer uit te leggen. Helemaal niks. Zo. Goed, dames en heren. Dat was hem voor nu. Ik hoop dat jullie kunnen genieten van deze aflevering. Zowel doe even een blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer wilt zien, kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.